Nou, wat het Oostraad speciaal maakt in het kader van de smaak, is dat het zijn hoofdzakelijk kleine zelfstandigen die al jaren dezelfde zaak hebben. Dus ook al jaren omgaan met de producten die ze verkopen. Dus ze hebben verstand van prijs, kwaliteit. En ja, dat weten de mensen steeds meer te waarderen weer. Tot ons grote geluk. In de Oosterstraat organiseren eigenlijk per kwartaal een proeverij in de straat. Rond de paasdagen hebben we een paasproeverij, pinksterdagen pinksterproeverij. En vorig jaar, voor het eerste jaar, waren we de Straat van de Smaak. En dat organiseren we dit jaar op 12 september wederom. Nou, we zijn in een van de oudste winkels van de Leeuwarden. We hebben een hele grote diversiteit. Winkels die allemaal lekkere dingen verkopen. Een hele goede visboeren, een Turkse specialiteitenzaak. Prio, een hele frisse specialiteitszaak. Slagerij is er. Goede groenteboeren. Koffiezaken. Geen koffieshop, maar koffiezaken. Ik denk dat mensen in de Nieuwe Oosterstraat op zoek zijn naar kwaliteit. We hebben heel veel kwaliteitszaken in deze straat. Het is nog een ouderwetse service, vinden mensen hier. En ik denk dat dit gewoon een hele gezellige winkelstraat is. Daar kan ik alleen maar positief over zijn. Wij zoeken eigenlijk met z'n allen alleen maar de samenwerking op. En uitgangspunten zullen wanneer we elkaar kunnen aanvullen, ook in de speciale evenementen die we organiseren. En dan doen we dat meestal gezamenlijk. Dus niet, eigenlijk geen individuele iemand die zijn eigen dingen op de kaart zet zonder dat de ander dat zou moeten weten ofzo. We doen echt alles samen.